Hier in een voormalig kerkgebouw aan de Kerdijkstraat in Rotterdam-Noord houdt de islamitische jongerenorganisatie Pro Moslim een eerste cursusweekend. Het is een groep ambitieuze moslimjongeren, geboren en getogen in Nederland. En we hebben als doel om de islamitische mentaliteit en denkwijze weer te doen opleven onder de jongeren. Met de uit Londen overgevlogen Sheikh Al-Haddad. Omstreden vanwege zijn fundamentalistische opvattingen. Zo probeerde de Tweede Kamer hem vorig jaar nog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Trying to promote orthodox Islam within Europe. And many people don't like orthodox Islam to grow and flourish within Europe. I think this is the main problem. De sheikh is groot voorstander van de sharia, de islamitische rechtspraak met onder meer de doodstraf voor overspel en afvalligheid. Zijn aanhang in Rotterdam onderschrijft dat. Ik vind de sharia hartstikke goed. Het is alleen maar roept het vrede. Ik geloof dat de sharia een rechtvaardige wetgeving biedt. Een groot deel van de vrouwelijke moslimcursisten is onherkenbaar. Pro-moslim kan rekenen op steun van ouders van bekeerlingen. Ze zien geen gevaar in het promoten van de orthodoxe islam. Daar had Geert Wilders een hele ophef over gemaakt. Ik heb met die man zitten praten. Dat was heel aardig. Maar wat hij vindt, is dat ook aardig? Nou, ik heb toen heel leuk met die man zitten praten. De sheikh blijft ook in recente publicaties vasthouden aan de doodstraf voor ongelovigen. En een strikte scheiding tussen man en vrouw. Het gaat niet om of ik het mee eens ben. Als de islam dat toeschrijft, dan schrijft de islam dat voor. Wij zien er wel een kwalijke zaak in als moslimjongeren ervoor kiezen om de westerse mentaliteit aan te hangen. Omdat wij duidelijk zien dat daar tegenstrijdigheden in zitten. De cursus van Al-Haddad vond achter gesloten deuren plaats en mocht binnen niet worden gefilmd.